Dit is de Maaspoortweg in Den Bosch. Vanaf de A59 is het de toegangsweg tot de wijk Maaspoort. Op zaterdagavond 25 januari is dit tankstation overvallen. De daders staan op beeld. Het is rond 10 uur als twee mannen de shop inkomen. Eén blijft er staan bij de deur, terwijl de ander eerst wat op een afstandje van de balie staat te zwaaien met zijn mes. Dan loopt hij door en hij blijft maar dreigen met zijn mes. De medewerker is doodsbang en doet wat hem wordt opgedragen. Hij geeft geld uit de kassa aan de overvaller. Die graait een paar handen vol briefgeld en stopt dat in een blauwe tas. Als ze in de gaten krijgen dat er echt niet meer is, dan gaan ze er weer vandoor. Na de overval zijn de daders vanuit de shop meteen linksaf gegaan. Die kant op, de woonwijk in. En dan zijn we zo kwijt. We willen graag iedereen spreken die daders misschien toen toch heeft gezien. Hoe zijn ze verder gevlucht? Met de auto, scooter, de fiets, alles is mogelijk. Of was er misschien nog iemand bij betrokken? Want het is vrijwel zeker dat ze hier op dit pad zo'n 10 minuten voor de overval hebben staan wachten. Getuigen hebben hier ook drie jongens gezien met twee fietsen. En een van die jongens droeg een wit masker. En dat kan bijna geen toeval zijn. Het is al even geleden, zaterdagavond 25 januari. Toch kan het zijn dat er iemand is die zich nog iets belangrijks herinnert. Laat het ons weten, want het is nooit te laat. Even terug naar de daders. De man met het masker is blank of licht getint en heeft een wat mager postuur. Hij is zo'n 18 jaar, 1,70 meter, 1,75 meter lang. Hij sprak met een opvallend hoge stem. En let ook op dat masker. Ook wel bekend uit de film V for Vendetta. Verder heeft hij een groot keukenmes en een blauwe nylon tas met witte touwtjes. De ander, die bij de deur bleef staan, is wat langer dan de eerste en hij houdt de hele tijd een capuchon over zijn hoofd. Op jas en capuchon staan opvallende blauwe strepen. Iedereen die een vermoeden heeft wie de mannen op de bewakingsbeelden zijn, kan ons nu bellen. Maar ook alle andere informatie over de overval en de vermoedelijke daders blijft natuurlijk welkom. Misschien komen ze wel uit de buurt en afgaande op wat getuigen hebben gezien, drie jongens en twee fietsen, is dat natuurlijk heel goed mogelijk. Ook al heeft u maar het kleinste vermoeden, laat het weten. Elke tip is welkom. Belt u met de gratis tiplijn op 0800 60 70. Zegt u liever uw naam niet, maar wilt u wel iets doorgeven? Ook dat kan. Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.